Naast vastelovensvereniging De Pilaars heeft Venray nog één carnavalsvereniging. Wijkgebouw Het Sterkske in Landweert wordt tijdens de carnavalsperiode omgedoopt tot residentie Het Hanestekske van De Pilaar. Inmiddels is Herbert Geerkens al de derde vorst van deze jonge vereniging. Nou, de Pielhaan die is ontstaan van oud opnieuw op 2010. Bij een aantal vrienden die oud opnieuw zaten te vieren. En die vonden dat er ook in de Landweert een carnavalsvereniging moest zijn. En dat er ook mensen die niet uit Venray komen, Prins Carnaval kunnen zijn. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die de carnaval een warm hart toedragen. Heel graag prins zouden willen zijn, maar niet uit Venray komen. Dus vandaar is dat idee ontstaan. En de nieuwe prins van de Pilaan is een buitenstaander. Leon Cox komt oorspronkelijk uit Bergen, maar woont wel in Landweert en mag zich dit jaar heerser van de Pilanen noemen. Ja, het is geweldig om hier prins te zien. En ja, we gaan er vol tegenaan. Het is gewoon geweldig. We hebben hier gewoon een feest en we gaan gewoon knallen. Ja. Het was ongeveer eind oktober, begin november kwamen ze aan. En ja, ik word een beetje overdonderd en ik moet even overheen laten komen, even nadenken. Ja, ik zit met werk en allerlei dingen. En je wilt ook zorgen dus dat je voor de mensen klaar kunt staan, gewoon voor de wijk. Want ja, je ziet er voor de wijk en eerst alles geregeld op het werk en alles. En het was gewoon, ja, iedereen vond het mooi en zei van, je moet het gewoon doen. Ik ben toen ook naar de vorst gegaan en zei, of hun kwamen naar mij toe eigenlijk. Ik zei van, we gaan ervoor en we gaan het gewoon doen. Wist jij wie er prins was toen ze jou kwam bevragen of niet? Nee, dat kwam later, na twee weken, dat ze mij gevraagd hebben. Nou, super verrassing dat Leon onze prins mag zijn. Grandioos. En hoe heb je dat beleefd? Leuk. Ja, het geeft gewoon een bepaalde kick en dan denk je van ja, een droom komt uit, adjudant zijn, heerlijk. Ja, eigenlijk, ze zijn begin november zijn ze bij mij geweest en hebben gevraagd van of dat ik eventueel adjudant zou worden. En toen hebben we gewoon gezegd van ja, dat doen we. Ja. En ja, voor de rest, ik wist ook dus niet wie de prins zou worden. En dat blijft gewoon een verrassing. En wat ooit als een grapje begon, wordt steeds serieuzer. In 2014 werd de vereniging namelijk officieel bij de notaris opgericht. En inmiddels heeft ze ook haar eigen uitstraling. Je ziet het ook dat we dit jaar voor het eerst hebben we nieuwe steken. We hadden natuurlijk in het begin tweedehandse steken van een carnavalsvereniging. We hadden wat goedkopere pakken. We hebben dit jaar de hele raad in een compleet nieuw pak gestoken. Ze hebben compleet nieuwe steken hebben ze op. Nog wel herkenbaar als de Pielhaan, maar ook met een eigen identiteit. Eigen kleuren hebben we nu. Want we hadden natuurlijk eerst de kleuren van, dat waren de Vreskes uit Merlo. En nu hebben we gewoon een compleet eigen identiteit. Wat doen wij hier in de Landweert? Wij organiseren in principe alle carnavalsbals. Dat is carnavalszondag het krummelbal, carnavalsdinsdag het kukenbal. Dat is met name voor de jeugd, want we pakken de jeugd aan. Maar als we de jeugd hebben, hebben we de ouders ook. En zo groeien wij als carnavalsvereniging. En ook al is de Pielhaan in eigen vereniging, ze kunnen zich wel vinden in de leus van Prins Frank van de Pilaars. Ja, zeker, de vastelovend verbindt. De Pielhaan staat zeker voor verbinden. Ik zeg altijd, de haan staat op de kerktoren. En al die kerktorens kieken naar elkaar toe en die verbinden elkaar. Dus alle kerkdorpen, alle verenigingen hier in Venray zien met elkaar verbonden met de vastelovend. Maar een goede prins zou geen goede prins zijn als hij niet zijn eigen motto zou hebben. Blijf de hen, blijf de haan. We kunnen er samen tegenaan. Veel succes. Dankjewel. Toevoeging nog op de leus. En ons haantje de vurste is Leon de Nurste.